De burgerij heeft positief gereageerd op de mogelijkheden om zich te laten testen op COVID-19. Het BOG is maandag begonnen met drive- en walk-through testlocaties in buurten waar de meeste besmettingen zijn genoteerd. We namen een kijkje op de testlocatie te Geersvliet die vanaf 10:30 open was. De mensen die getest willen worden moeten zich eerst registreren, zegt BOG-arts Cherise Jackson. Tegen 12:00 waren al ruim 20 personen getest. Wanneer die mensen zich aanmelden hier bij ons, dan gaan we ze enkele vragen stellen. De bedoeling was dat we hebben 4 nummers die we doorgeven. En op die nummers zijn we dan te bereiken via de app of via sms'jes. Men moet ons dan sms'jes sturen en dan worden ze gescreend. Er worden een paar vragen gesteld om te kijken als die mensen COVID-19 gerelateerde klachten hebben. Als ze die hebben, dan worden ze uitgenodigd om zich aan te melden hier. Dus de registratie vindt plaats via een app of via sms. Als ze hier komen en ze hebben zich ook niet geregistreerd, worden ze dan geregistreerd. Vandaar dat we dan hier zitten en dan registreren we die mensen. Oké, en tot nu toe de mensen die zijn gescreend, hebben jullie klachten opgemerkt? Indicaties dat er wel gevallen kunnen voorkomen? Ja, van de 22 of 23 mensen hebben we tot nu toe 20 geswapt. Want ze hebben wel klachten. Betekent dat wij op dit ogenblik niet veilig zijn onder deze tent? Nou, het hoeft niet speciaal te zijn dat die mensen COVID hebben. Want u weet, de normale griep komt ook met diezelfde klachten. Dus om het niet te confusen. En die mensen geven aan van bijvoorbeeld ze zijn in contact gekomen, want dat is ook een belangrijk punt. Ze zijn bijvoorbeeld in contact gekomen met iemand die positief getest is op het virus. Dan worden die mensen ook vooral geswapt. Jackson benadrukt dat de werkers zich continu ontsmetten. Er zijn ook kinderen getest op COVID-19. De manier hoe zij getest worden is zoals bij de volwassenen. En die COVID-test of die swap is een test waar er een wattenstaafje gestopt wordt in de keel van de persoon met de klachten. En daarna gestopt in een van die neusgaten. Totdat je het neusslijmvlies bereikt. En dan gaat het wattenstaafje een paar rondjes maken. Tot je vindt van dat je genoeg testmateriaal hebt. Dus dat wordt dan bewaard in een koelbox. En wanneer we van hier gaan, dan brengen we dat naar het centraal lab. Is zo'n test gratis? Tot nu toe is het gratis van ons kant uit. BOG-arts Cherise Jackson. Zij begeleiden het team dat op Geersvliet mensen testen op COVID-19. Tot en met 26 juni kunnen burgers gebruik maken van de drive- en walk-through testlocaties.